De staat van de democratie, afvaloverlast en Enschede in 2030. Daarover gaan we praten met Ahmed Yilmaz van lijst 16 Blanco. Welkom bij de Ik teken voor 80 partijgesprekken. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij. En dat is dus hoog tijd om een aantal partijen beter te leren kennen die gaan meedoen aan die verkiezingen. En te horen wat hun plannen voor de stad zijn. Zoals gezegd nu aan tafel, Ahmed Yilmaz van lijst 16 Blanco. Welkom Ahmed. Dankjewel. Ahmed, we beginnen met uh, de vrije minuut. Dat moet jou aanspreken, denk ik. Uh, dat betekent, voordat wij jou allerlei uh, kritische vragen gaan stellen, krijg je van ons gewoon uh, één minuut vrije zendtijd om aan de Enschedeers te vertellen waarom ze op 16, 15 of 14 maart op jou moeten stemmen of op jouw partij. Uh, daar is een uh, camera. Richt je tot uh, de Enschedeer en vertel. Je krijgt één minuut. Ben je er klaar voor? Ja, de tijd gaat in over drie, twee, één, go. Nou, beste mensen, mijn naam is Samet Tilmas. Ik heb uh, gezegd van laat ik uh, een lijst beginnen samen met uh, jonge mensen die het wel zien zitten om mij te steunen tenminste in de gedachtegang. Want ik denk dat wij aan vernieuwing toe zijn in de democratie en dat eigenlijk de vertegenwoordigende manier van democratie een soort van verleden tijd is. Eigenlijk is dit een soort van statement en misschien een voorbode van. Dat wij alle vertegenwoordigende lichamen, dus alle raden, alle, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer enzovoort, afschaffen. En uiteindelijk de echte democratie, dus het woord en zeggenschap aan het volk, aan de samenleving, teruggeven. Want ik denk dat het vertrouwen kwijt is geraakt, omdat dus de, de politiek met hoofdletter het niet waarmaakt. En het vertrouwen eigenlijk aardig achteruit is gegaan. Dus dan moet je terug bij af. En terug bij af betekent terug naar de mensen. En terug naar de democratie in de meest heldere en meest directe vorm. En daar roep ik toe op om op ons te stemmen, lijst 16. Directe democratie, ik hoor het al wel, dat is het speerpunt. Je wilt je in ieder geval een minuut vol te praten, Ahmed. En, en ik denk dat we nog wel genoeg hebben om over door te praten. Maar we hebben het hier natuurlijk over de gemeenteraadsverkiezingen. En misschien is het goed om eerst te kijken naar een korte uitleg van hoe zit het ook alweer met die verkiezingen? Elke vier jaar stemmen we voor de gemeenteraad. En vanaf maandag 14 tot en met woensdag 16 maart is het dan weer zover. Dan mogen alle Enschede's van 18 jaar en ouder naar de stembus om te kiezen voor hun favoriete partij of persoon. Daaruit worden de partijen en de 39 politici gekozen die na de verkiezingen in de gemeenteraad komen. Hoe meer stemmen, hoe meer van die zetels een partij krijgt. Minstens één keer in de maand vergadert de gemeenteraad over zaken die Enschede zelf kan beslissen. En dat is meer dan je denkt. De voorstellen daarvoor komen soms uit de gemeenteraad zelf, maar vaker van burgemeester en wethouders. Die burgemeester, Roelof Bleker in onze stad, staat boven de partijen en is onafhankelijk. De wethouders komen uit de partijen in de gemeenteraad. Meestal zijn dat partijen die samen meerderheid vormen. En die meerderheid dat noemen we coalitie. In Enschede gaat dat om minstens 20 zetels. Dan is de kans het grootst dat voorstellen worden aangenomen. De andere partijen noemen we de oppositie. Ja, met een vraag aan jou. Wat vind jij de belangrijkste taak als je weer raadslid bent, moet ik zeggen? Wat mijn belangrijkste taak is? Ja. Wat ik net ook gezegd heb in mijn statement. Dat wij uh, vooral willen luisteren naar wat de samenleving zegt. En we gaan straks onderwerpen bespreken, neem ik aan. Waarin ik dan in details ga vertellen. Maar mijn um, volledige speerpunt is dat ik ga luisteren wat de mensen te zeggen hebben. En wat die, die willen dat er veranderd wordt in de NCD. En niet... Wat de gemeenteraad wil, want de gemeenteraad is veelal een soort van verkiezingsprogramma's, vergezichten enzovoort, maar niet kijken wat in de samenleving speelt. En meestal is het achteraf of vooraf, maar dan zonder te kijken wat er echt leeft klinkt van mij alsof je je eigen positie als, als gemeenteraadslid waar je dan voor, uh, voor wil gaan eigenlijk overbodig maakt. Maar daar komen we ongetwijfeld straks uh, nog verder op. Uh, want met uh, in de afgelopen weken uh, hebben we alle lijsttrekkers onderworpen aan een vragenvuur. Je hebt ook gezeten op de kruk uh, bij Wilco. Uh, superveel vragen. Aan jou was de vraag om daar of ja of nee op te antwoorden. Leren we ook wat andere standpunten uh, van je kennen. Ook inhoudelijk over hoe Enschede uh, nou ja, eruit moet gaan zien bijvoorbeeld. Uh, je had één keer uh, om te passen. En dat vragenvuur met Ahmed zag er ongeveer zo uit. Welkom Ahmed bij het Vragenvuurtje. Jij doet mee met een blanco lijst. Ook voor jou. Dit, uh, we gaan drie minuten vragen stellen. Ja of nee, of een gesloten vraag. Je mag één keer passen. En dan komen we daarna de tijd op terug als je hem inzet. Ben je er klaar voor? Ja. Ahmed Yilmaz kan inschrijven meer brengen dan de huidige politiek. Zeker, ja. Uh, heel kort, wat kan je meer brengen? Gewoon de onbevangen open houding en... Partijloos. Een stem op Amadjumas is een proteststem. Ja en nee. Je moet kiezen. Nee. Ik ga dus minstens één zetel halen. Zeker. Ik wil ook meedoen in een nieuwe coalitie. Ook. En ik wil wethouder worden. Ook ja. Maar je wil raadslid worden, wethouder en je wil ook al burgemeester worden. wat, wat wil je graag? Ik wil eigenlijk graag dat de democratie volwaardig wordt en in die lijn, het is niet zo dat ik per se ambier om wethouder, burgemeester of zo te worden. Het gaat letterlijk om de democratie. Dus de mensen moeten het voor het zich hebben. Ik ben slechts een schakel in de vertegenwoordiging van de democratie. Maar het doel is directe de democratie. Het niveau van debatteren in de gemeenteraad is te laag. Ja. Alle raadsleden stellen het belang van Enschede en de Enschede is voorop. Ja. Als je moet samenwerken met de partij, je moet kiezen. Wat het dan, NSG anders of de SP? Ik moet kiezen. Ja. Allebei. Oké, okay, SP. PVV of Forum voor Democratie? Ik moet kiezen. <laughs> je mag één keer passen, maar ja, dat kun je ik niet. Ik pas, ik pas. Oké. Okay. De menselijke maat is terug in de WMO, in de bijstand en in het armoedebeleid. Nee. Ik denk dat we best kunnen bezuinigen op sociale thema's. Nee. De verkeerssituatie op de Singels is onhoudbaar. Ja. Er zijn twee ambities. Welke heb je het liefst? Fietsstad van, en van Nederland of winkelstad van het oosten? Fietsstad van Nederland. Het is belangrijk dat Enschede snel groeit naar 170.000 inwoners. Nee. De komst van nieuwe, hoogopgeleide inwoners uit de Randstad is goed voor de stad. Ook voor het armere deel van de bevolking. Nee. Niet per se. Enschede dus nee? Nee. Oké. Okay. Enschede is een veilige stad? Nee. Er moet meer cameratoezicht komen. Nee. En kan prima zonder recreatiezwembad. Nee. We moeten de auto uit het centrum verbannen. Ja. Als het daardoor nog drukker wordt op de singles, dan moeten we dat maar accepteren. Nee. En moet zo snel mogelijk over op stadsverwarming. Niet per se. Nee. De energietransitie is het belangrijkste thema van de komende vier jaar. Ja. Ja, nee eigenlijk, maar goed. Ja. 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 Oké. Okay. Dankzij ons afvalbeleid is het een puinhoop in de stad. Ja. Enschede moet gaan nascheiden. Nee. Enschede is de belangrijkste stad van Twente. Nee. Niet. Enschede niet. Nee. Jij bent de allereerste die dat zegt. We lopen langzaam door de tijd heen nu, maar dan wil ik het ook graag weten. Waarom is Enschede niet de belangrijkste stad? Omdat elke stad zijn eigen waarde heeft en net zo belangrijk is als Enschede. Ja, met hoe kijk je op terug uh, als je dit weer ziet? <laughs> ik zag mezelf aardig gespannen. Ja. Ik, ik. Ja, en zacht spreken, dus in die zin. Ja, ja ik, uh, ik vroeg het ook in het vragenvuurtje aan jou. Uh, burgemeester, wethouder, raadslid. Wat wil je nou liefst? He, want je, je was in de race om uh, burgemeester te worden. Je hebt hier ook gezeten voor een gekozen burgemeesterschap. Je wilde dat in alle openheid, uh, wilde je dat proces door. Was je dat niet gewoon liever geworden? Of is de, is de raadslid, laat ik zo zeggen, de kandidaat-raadslidmaatschap een, een tweede keuze? Second best? Nee, maar zoals ik dat daar echt gezegd heb, klopt het ook. Het is niet zo per se dat ik het ambieer of zo. Het is meer een soort van een gewone man en vrouw kan gewoon burgemeester worden. Alleen, dan moeten wel de mogelijkheden bestaan. En die mogelijkheden zijn er helaas niet. Want op een of andere manier is het zo van: ja, het is een gesloten uh, circuit, je solliciteert naar een baan. En die baan wordt dan ingevuld door wat de sollicitatiecommissie in twee, drie gradaties dan beslist. Hoe is het eigenlijk afgelopen? Ben je eigenlijk op, uh, op bezoek geweest bij de commissaris van de nee. van een gesprek? ik ben niet uitgenodigd. Helemaal dus... niet uitgenodigd? Nee. Wat vind, je, wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik niet goed, maar goed. Heb ook geen telefoontje gehad van Amit, ah, je bent het niet? Nee. Nooit iets teruggehoord? Ja, ik heb een brief gekregen. Van? Van de provincie. Van, ik dacht van de commissaris, ja. Wat? De maar dan hebben ze er naar gekeken, toch? Ja, natuurlijk. Als ze er niet naar gekeken hebben, hebben ze het wel gezien, denk ik. Maar goed, dus dat, ja, weet je, het ging mij echt letterlijk erom dat, dat ik ook wilde laten zien: van iedereen die 18 plus is, kan gewoon zich kandideren. Ja. En ik heb ook veel reacties gehoord: hé, hey, heb hmm, hebt wel lef? Ik zei: ja, ik heb wel lef, maar jij mag die lef ook hebben. Ze zit hierin, al met ook weer dat, dat uh, idee van: hé, hey, we moeten de Enschedeer, elke Enschedeer, het idee geven: je doet mee, jouw stem doet het toe? Helemaal correct wat je zegt. Want uh, dat brengt ons bij het eerste onderwerp waar we het over gaan hebben. Dat heb je zelf uh, meegenomen hier ter tafel. Dat is de staat van de democratie. Uh, dat is heel breed. Misschien kun je daar straks nog wat meer over vertellen. Dat heb je ook al gedaan? De eerste vraag die ik daar wel over heb is: uh, want je, je zijn net, je hint al een beetje van: ja, ik zou veel meer willen zien dat. Um, de Enschede vertegenwoordigd wordt door de raadsleden en niet hun eigen standpunten. Maar ja, daar hebben we een vragenvuur hier. Je had ook kunnen zeggen tegen Wilco: maakt me niet uit wat ik vind. Ik, ik ga de Enschede vertegenwoordigen. Ja, ik mag van hem niet uh, anders dan ja of nee zeggen. Dus vandaar. Dan ga je je eigen mening vertellen, hè? En, en die mening dat doet er ook toe. En dat is niet per se de mening van de enschedeer, maar het is wel de mening van één enschedeer. Maar, maar wat is dan de mening van de enschedeer? Ja, maar die zijn ook in allerlei kleuren en, uh, en smaken. Precies. Kijk, En daarom heb ik dus uh, gezegd in mijn persverklaring toen, toen wij lanceerden dit, onze lijst van um, wij willen luisteren naar wat er leeft en in co-creatie opbouwen in plaats van dat we uh, het gaan beslissen voor de enschedeer. Um, de, de stelregel is, wat Gandhi ooit ook gezegd heeft, als je iets doet voor mij, zonder mij, dan doe je het in, in principe tegen mij. Nou, en dat is eigenlijk wat er aan de hand is momenteel. Maar dat is toch, dat is toch wat onze democratie nu is? Je hebt, je hebt nota bene 18 partijen die meedoen. Nou, die hebben allemaal verschillende standpunten. Nou, daar gaan mensen op stemmen. En dan komt er, als het goed is, een soort van ja, <laughs> idee van een totaalbeeld uit van wat die Enschede dan zou willen. En dat is overal water bij wijn, natuurlijk. Ja, kijk, laten we het dan eventjes helder maken. Want ik heb dus. Wat je zegt, al gemeenteraadslidmaatschap gehad. En ik heb gezien dat je de beste wil kan hebben, alleen dat dat niet altijd waargemaakt kan worden. En dat is gewoon omdat het systeem zo in elkaar zit. Op geen moment ga je dan achter gesloten de deuren een coalitie vormen. En dan gaan sommigen zeggen van ja oké okay, hier, nou, daar zien we vanaf, of hier zien we vanaf, of we gaan het zo doen, zo doen, zo doen. En na een tijdje kom, komt er uit de doos een konijn tevoorschijn en zegt maar oké, okay, dit is hem. En, ja. en toch wil je weer van dat hè, gezelschap, wat dat soort dingen doet, weer deel van uitmaken. Nee, niet per se dat ik daar deel van uit wil maken, maar letterlijk is, is nu mijn idee van als, als we erin komen, gaan wij gewoon zeggen van: elke keer bij elk voorstel, uh, gaan wij eerst de paragraaf zeggen van: Hebben jullie de bevolking bevraagd? Is daar een participatieproces aan vooraf gegaan? Of is het echt letterlijk gewoon. Elk voorstel aan La... het. Dus, dus een, uh, een, een plan voor een nieuw bijgebouw uh, bij een of andere voetbalclub, en dan zeg jij hey, ja, dan moeten we wel eerst. Met de mensen gesprek. En wie zijn dan de mensen? Wie zijn de belanghebbenden? En dat is natuurlijk de hele kloof van de zaak. E, e, um, uh, natuurlijk is het bij kleine dingen zo dat je dan ook kleinschalig kijkt van de omwonenden, de belanghebbenden. Wie gaat erheen en wie gaat er niet heen en, enzovoort. En, maar ook dat de gewone NSGD ook kan zeggen. Die misschien niet in de buurt woont. Van ja, ik vind dit idee en zo. Het is niet. Kijk, dit is een positief mensbeeld. Uh, wat jij net zei over 160.000 plus min. Wat er nu precies is, weten we niet. Inwoners ja? ja. in Enschede, die hebben allemaal waarde, die hebben allemaal talenten. En al die talenten worden, naar mijn idee, door dit systeem niet erkend. Want dan gaan wij dus zeggen: om de vier jaar hier alsjeblieft 39 zetels te verdelen. Wij gaan jullie vertegenwoordigen. Dit zijn onze ideeën. Stem op ons en het komt goed. Maar uiteindelijk komt iedereen bijna bedrogen uit. En ik zeg, ik zeg nu heel gechargeerd. En alle gemeenteraadsleden doen het met beste bedoeling, hoor. Laat ik daar ook voor opstellen. Want als ik zeg, 160.000 plus min mensen zijn hebben kwaliteit... En, en willen het beste voor de stad, dan doen die 39 dat ook. Ja. Alleen omdat je in een soort gesloten circuit zit... zit je elkaar constant te bevragen en te proberen te overtuigen. Terwijl het om de samenleving gaat. Ja, is het zo, aan, ik, ik vraag het mij af, want... Um, de ...inwoners van Enschede kunnen toch als ze willen bij een, uh, bij een commissievergadering van de gemeente... ...kunnen ze inspreken, kunnen ze zeggen over uh, wat, wat het uh, beleidstuk is, is wat voor ligt... ...van de financiële stukken tot aan inderdaad het bijgebouwtje bij de voetbalclub... ...kunnen ze inspreken en kunnen ze zeggen, ja ik vind hier wat van... He, uh, uh, ...ruimtelijk zijn er allerlei regels, als jij een vergunning wil aanvragen... ...kun je als inwoner, kun je al daar een bezwaar tegen indienen als jij daar anders over denkt... Dus, is het al niet al lang geregeld in ons systeem? En daarom draai ik het om. Want inspraak betekent dus eigenlijk, dit is het voorstel. U kunt hier, hier en daar misschien aanpassingen voorstellen of het meenemen is een tweede. Maar je gaat uh, al die 160.000 mensen wat ze in te brengen hebben, ga je meenemen? Nee, dat hoeft niet per se. Kijk, dit is, dit is alleen maar om te laten zien dat iedereen waardevol is. En natuurlijk gaat niet, niet, die gaan die 160.000 mensen niet allemaal participeren in elk voorstel. Dat zou het beste zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Dat weten we allemaal. Maar je wilt dus beloven dat iedereen die wat zegt, dat ga je dan zo meenemen? Wat ze zeggen. In acht nemen. En kijk, het principe van co-creatie is dat je het proces ingaat... waarin dus mensen gezamenlijk uitkomen in dialoog. In plaats van dat ze elkaar proberen te overtuigen... overtuig je elkaar door gewoon iets te creëren. Daarom heet het ook co-creatie. En, en, en het inspraak is alleen maar een soort van... ja, we hebben een voorstel... En u mag er wat van vinden en we kunnen het meenemen, maar wij creëren het. Ja, dat, dat, is, geen, dat is mijn idee. Geen. Maar hoe democratie. zie ik dat nou heel praktisch voor je? Want dan wordt het toch, zeg maar, als je alle voorstellen die er liggen, alle Enschede's. Uh, om een hele grote ronde tafel en ik, ik, ik snap het niet helemaal hoe ik dat praktisch moet zien. Ja, dat, dat, dat is dus ook blanco. Dan mogen de enschedeers over beslissen hoe ze dat willen inrichten. We hebben voorbeelden van wijken die ontwikkeld worden. Waarin dus bijvoorbeeld in Boswinkel is dat geweest, in Roombek is dat geweest. Dat dus mensen in co-creatie gewoon letterlijk aan de tekentafel konden aangeven van hoe ze het zouden willen zien. En dat werd dan ook meegenomen in het proces. Niet 100%, maar daar kom je ook nooit... Tot 100 procent. Maar er is wel een bepaald consent en, dat is, en daar gaat het om. Maar ook dat is nu toch wel. Met, je hebt toch bijvoorbeeld bewonerscommissies en bewonersplatforms en die worden ook geraadpleegd. Als het gaat bijvoorbeeld in Tekkeleveld om hun gasloos van, worden van hun wijk, ja, dan worden zij daarbij betrokken. En daar zijn ze op dit moment heel tevreden over, naar wat ik van hen hoor. Nee, ik, ik zeg ook niet dat er niks aan de gang is. Er zijn wel processen die aardig goed. Lopen, alleen het is nog niet voldoende. Ik zeg ook bijvoorbeeld, de begroting moet gewoon helemaal opengesteld worden. En zeg maar wat, wat, wat de bevolking zegt, wat de samenleving zegt hierover en wat ze denken dat het anders kan. Er zijn ook wel voorbeelden in andere gemeentes die dat gedaan hebben op die manier. En, en ik zei ook van je moet raadscoalities vormen. Eigenlijk moet je niet eens een raadscoalitie, de, de hele raad is al de vertegenwoordiging van 160.000 inwoners. Dus wanneer je wethouders installeert, moet je niet op partijen kijken. Nee, je moet kijken naar de kwaliteit en je moet kijken van wat is het doel van. De hele samenleving. Je wilt er vijf of zes, hè, dat maakt niet uit, personen hebben. En niet uh, per se iemand van een partij, omdat die partijen uh, de meeste zetels hebben in de, in de gemeenteraad. Juist. En je wilt dat, dat de hele gemeenteraad samen zegt, Nou, dit vinden we belangrijk voor Enschede en daar horen deze bed bedhouders. Maar is dus kort gezegd, je, heb, heb je er dan, zoals ik het versta, geen vertrouwen in dat het, dat het geluid wat die coalitie laat horen, hè, die meerderheid in die raad, dat dat ook het geluid is wat de meerderheid van Enschede laat horen op elk moment? Daar komt het wel op neer. Maar ik bedoel niet dat, die, dat de mensen die wethouder zijn, het niet goed bedoelen of de beste intenties hebben. Het is gewoon het systeem waarin je dus een, een zegt van we gaan een college vormen, en die college die heeft portefeuilles en die portefeuilles worden dan door die mensen vertegenwoordigd en behartigd. Maar dat is eigenlijk te veel verantwoordelijkheid geven aan personen, terwijl die verantwoordelijkheid gedeeld moet worden. Dus daarom zeg ik ook eigenlijk... ja, tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat als je, als je de NSGD's vraagt, hè, ik ben een NSGD'er, als je mij vraagt om over alles mee te stemmen, dat ik soms denk, ja, daarvoor, daarvoor heb je juist die raadsleden, dan kan ik uh, mijn tijd met andere dingen bezighouden. En ik vertrouw erop dat die mijn stem hebben, dat die goed zullen stemmen, toch? Dat niet, uh, hebben NSGD's er wel zin in om over alles op die manier mee te praten? Mee te denken. Enschede's hoeven niet over alles mee te praten, maar ze mogen. Dat is de stelregel van de democratie. Ze, 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 ze hebben dat recht. En als je dat recht wil gebruiken, is het aan jou. Straks worden de verkiezingen gehouden. Hoeveel de opkomst zal worden, weten we niet. We hadden historisch lage opkomst in 2014. Of het deze keer iets groter wordt dan in 2018, is dankzij de campagne van jullie ook een beetje verhoogd. Weten we niet. Dus de participatie... Kijk, dat is ook een recht van de democratie, dat je niet stemt. En eigenlijk, onze intentie is dat je niet stemt, maar dat je gewoon iets creëert. Dus en dit is een vergezicht, hè? Dat is niet van de ene op de andere dag. Ja, maar daarom vind ik het soms ook wel moeilijk om hem heel concreet te volgen hoe je dat dan uh, zou zien. Maar je zegt ook dat is nog nader in te vullen, maar het moet wel directer. De, duidelijk is wel dat wij gaan pleiten voor een paragraaf uh, bij het voorstel wel of geen participatie bij de samenleving geweest. Als dat niet geweest is, gaan wij niet stemmen, bijvoorbeeld. Duidelijk. Dan loop je de raadsel uit. Letterlijk. O Eén ding uh, waar we, we hebben zelf natuurlijk ook uh, enquêtes uh, uitgestuurd hè, naar de Enschede. Vragen gesteld. Uh, wat vind je nou het belangrijkste thema in de aankomende jaren? Uh, nou, en nou ja, er zijn een aantal thema's met stip op één. Maar daarbovenuit stijgt op dit moment afvaloverlast. Um, die willen we daarom ook graag even ter tafel brengen. Hè, over de directe democratie gesproken. De Enschede heeft daarover gesproken. met jij <coughs> stemde toen je bij de SP zat in de vorige raadsperiode uh, voor. Diftar, voor het omgekeerd inzamelen, voor de vervuiler betaald. Uh, nog steeds een goed idee? Nee. Uh, ik heb ervoor gepleit om, omdat ik dacht: van uh, met deze gedachtegang zal het wel goed komen. Maar dag één, en het werd mij duidelijk, dus dat is dan wat mij ook geleerd heeft en mijn ogen geopend heeft: van je kan wel de beste bedoelingen hebben, maar als je dat niet communiceert en samen creëert met de samenleving, dan gaat het gewoon zijn eigen weg. Wat en toen is het misgegaan. Wat is er misgegaan? Dat je dus zegt van we, we hebben een kwotum voor um, grof vuil. We laten restafval betaald. En de plastic slingert overal en dan wordt ook nog eens gedumpt. Omdat dus die startquotum gewoon te klein is. Terwijl, weet je wat het, wat het interessant is? Er is een Twente visie van afvalloos Twente. Dus alles is grondstof, behalve het hele mini, mini, minimale kleine deeltje van restafval dat niet weer te herbruiken is. Hoe kan het dan zo zijn dat je dan eigenlijk, is mij toen daarna duidelijk geworden, dat je dan mensen gaat belasten terwijl zij eigenlijk goed scheiden. Dan moet je juist zeggen van dit is waardevol grondstof, wij gaan jullie betalen, in plaats van dat jullie ons betalen. Dat is ook het omdenken. Maar goed, dit is mijn gedachtegang. Of de samenleving zo denkt, ga ik, gaan we ook aan hun vragen. Maar wat zij wel willen, is gewoon. als jij wil scheiden, doe dat dan goed en doe het dan zo efficiënt dat de mensen het ook. Kunnen en willen. In plaats van dat je nu een soort van. ja, we weten het ook niet. Ja, ja je had het net over de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Maar zit dat hier dan ook gewoon niet, niet in? Hè? Ja, natuurlijk zit het erin. Maar als je, als je, als je... ligt het dan aan het beleid of ligt het dan aan de mensen? Het ligt hierin, in het beleid. Letterlijk gewoon, aan het beleid. Met als grootste heikele punt in het beleid? Nou, dat je eigenlijk um, de verpakkingsmaterialen. Gedeelte niet goed hebt, uh, ja, gewaardeerd. Uh, mijn idee is, van alles moet je statiegeld uh, plichtig maken. Alle verpakkingsmateriaal. Dan ja, gaat de gemeenteraad daar natuurlijk niet over. Maar je kunt wel een statement maken. <laughs> maar... Dan ga je het hier bij de lokale supermarkten doen. Nee, zo werkt het natuurlijk ook niet aan. Met. Nee, ik heb een congres een Landelijke cursus. Je, je moet hier een cursus maken en dan kies je ervoor om, om plastic uh, hey, of kunststofafval uh, te scheiden. Um, en of je kunt ervoor kiezen om het gewoon bij de rest af in te houden en te gaan nascheiden. Er zijn ook gemeenten die dat doen. Zou dat dan de optie zijn? Want ik hoorde jou net volgens mij zeggen dat nascheiding voor jou dan ook niet uh, de oplossing ja, dat is. Dat zei ik in, in de gauwheid omdat ik denk van ja, weet je, nascheiding als het kan natuurlijk. Maar uh, in, in essentie, het meest efficiënt is gewoon dat je voorscheidt en het goed scheidt, maar dan ook waardeert. In plaats van dat je alleen maar een soort van nu van ja... Dump het maar en we zien wel of het wel goed komt. En Dat is niet helemaal zo, toch? De vervuiler betaalt. Dus als ik zo min mogelijk grijs afval produceer, heb ik minder kosten. Dat is ook een soort beloning. Ja, ja, maar kijk. Uh, jij bent uh, held in, in uh, uitzoeken van hoe hoe difter heeft uitgewerkt. Plastic wordt voor 80%, of het zogenaamd verpakkingsmateriaal, wordt voor 80% verbrand. Waar of niet waar? De laatste cijfers zijn we niet, maar er is een periode geweest. In 2017 is een rapport waaruit dat, waaruit dat blijkt. Dat klopt, dat klopt. En er is dus heel veel van het ingezamde afval verdwijnt natuurlijk alsnog in de, in de verbrandingscentrale omdat het te vervuild is. Maar moet je dan niet juist gaan nascheiden? Uh, heb ik gezegd dat je dat niet moet doen? Tuurlijk moet je dat doen als het kan en als die mogelijkheden er bestaan. Alleen... Als je 80% of laten we zeggen 60%, dat is toch veel? Dat is toch veel te veel? Dat kan toch niet op die manier? Dan, moet je, dan heb je dus in je beleid iets niet goed gedaan. En als je daar geen lering uit trekt, dan denk ik ja. Wie moet daar lering uit trekken? De bevolking? Die, die scheidt gewoon. Die, die doet ook alles gewoon gescheiden um, bij jou, biedt die dat aan. Alleen uiteindelijk zie je ook, dit, nou ja, oké, okay, de zwerfafval en zo. En, en dat, dat komt voor een, groot, voor een deel jouw verantwoordelijkheid. En, want jij doet dat. En daar moet je ook voor de verantwoordelijkheid nemen. Maar aan de andere kant is het ook zo: van als, jij, als je zegt van grondstoffen zijn van waarde, dan moet je ze ook echt zo van waarde laten zien. Je bent dus echt tot, tot inkeer gekomen, eigenlijk. Hè? Dat, dat geef je hier net ook aan. Want het grappige is, um, dat we Piet van Eck van de SP, die hebben ook in het vragenvuurtje gehad. En die zei ook dat hij... Nou ja, spijt, hij zei niet met, met zoveel woorden. Maar hij zei ook, ja, achteraf gezien hè, hadden we niet voor Difta moeten stemmen. Maar uh, onze uh, woordvoerder destijds, die was daar zo enthousiast over, aan uh, met Jumas, uh, dat we er toch voor hebben gestemd. Ja, nee. Dus ik zat te denken, van, is dat de reden waarom je de SP hebt verlaten? Maar nee, nee, nee. nee. Wat, wat, was, wat was de nee. reden wel? je hebt daar gezeten, tot voor kort nee. nog. Kijk, um, SP en vergelijkbare partijen kan ik noemen, zijn partijen die vooruitstrevend en het beste voor de samenleving willen. Alleen, over democratie gesproken, ik denk dat je partijloze democratie moet hebben. Alle partijen moeten afgeschaft worden, want partijen vertegenwoordigen de mensen niet meer. Ik chargeer het heel sterk, omdat op een of andere manier het elke keer zoiets is van dan komt er een nieuwe partij en die zegt we gaan het anders doen, maar uiteindelijk omdat je het systeem hetzelfde hebt, verandert er niet veel. Nuances hier en daar. En verder blijft het allemaal bij het oude: elkaar proberen te overtuigen. En wie het meeste stem heeft, die bepaalt. Dus je, dus je bent bij de SP weggegaan omdat je eigenlijk niet onder de juk meer kon, kon leven. Zo kun je het noemen, Dan maar. Zo kun je het noemen, ja. Het, we komen weer een beetje op dat directe democratiepunt. Hè. Dat hebben we ook deels besproken. Afval hebben we besproken. Je zegt meer belonen uh, van de inwoner. En er ook iets mee doen. Dus misschien aan de voorkant uh, zorgen dat ze statiegeld krijgen. Uh, maar ook niet het, het plastic afval wat wordt ingeleverd verbranden, bijvoorbeeld. En dat biedt geen soelaas. Um, uh, als we verder kijken naar wat inhoudelijke, want in Diftar is er wat inhoudelijk punt. Wat wij lastig vonden, wat een beetje een probleem, is dat uh, er geen partijprogramma was. Je zei ook, die wil ik samen maken. Um, ja, we willen eigenlijk met jou kijken naar Enschede in 2030. Hoe gaat dat er dan heel praktisch uitzien? Hè? Gewoon even fysiek als we naar Enschede kijken. Wat gaat er allereerst veranderen bijvoorbeeld? Maar of moeten we dat dan helemaal niet uh, nu aan jou vragen, vraag ik me af. Zeker mag je dat vragen. En daar moet ik natuurlijk ook een antwoord op hebben. Anders uh, ga je niet in de politiek acteren. Uh, kijk, iedereen, ben ik van overtuigd, is voor duurzaamheid. Iedereen wil de natuur zoveel mogelijk respecteren en, en behouden. Iedereen wil een, een uh, welvarend leven hebben, een gelukkig leven hebben. Er is niks nieuws onder de zon. Uh, daarom is mijn statement ook: van, we hebben geen politieke partijen nodig, want al de politieke partijen die landelijk zijn, hebben ook nog eens een wetenschappelijk bureau. Hoe frappant is dat, wil ik bij haar zeggen? Want we hebben wetenschappers van hier tot. Ja, ze zijn het ook niet altijd met elkaar eens natuurlijk. En, maar dat is juist het mooie van wetenschap. Wetenschap is een doorlopend proces. Uh, maar op het moment dat je wetenschappelijke bureaus hebt voor partijen, dan is dat wel mooi en daar krijg je ook inzichten van. En daar kun je elkaar, daar kun je, je partijidealen mee, mee. Kortom, iedereen weet. Wat er gaande is en wat belangrijk is. Iedereen weet dat we een energietransitie moeten ondergaan. Hoe je het wendt of keert. Alleen hoe en wie de prijs betaalt, daar is het grote heikele punt. Ja, maar het is op heel veel thema's zo. Hoe ga je iets oplossen? Iedereen ziet de problemen, maar hoe ga je het oplossen? En daarom ook even terug naar dat thema. Um, hoe, hoe weten de NSG's waar ze op stemmen als ze uh, eh, op 16 maart op Ahmed Jilma's gaan stemmen? Want je hebt geen verkiezingsprogramma. Dus als ik nou tegen. Um, Camera-toezicht ben in de, in de stad. En, en hoe weet ik dan dat het bij jou gewaarborgd is, bijvoorbeeld? Om een voorbeeld te noemen, hoe ziet jouw stad in 2030 eruit? Ja, in 2030? Ja, of, of een paar jaar, maar laten we 2030 nemen. Wat zijn voor jou de belangrijke onderwerpen in de stad? Wat vind je dat er moet gebeuren? In 2030 wil ik dat Enschede een, een energie-neutrale stad is, waarin dus wij eigenlijk alle energie. ...van De zon halen voor een groot deel, laten we het daarop houden. Want je hebt natuurlijk ook windenergie en van de panelen, ja. En 2030. Ja, ja. Oké. Okay. Dit is, dit is een, ja, een droombeeld. Het is een droombeeld, maar we hebben acht jaar hè. Ja. En het okay. kan heel snel als je dat wil. Kijk, als we nu een, letterlijk de hoogste prijs moeten betalen voor stroom en gas en voor benzine en diesel enzovoort, dan heeft het ermee te maken dat er eigenlijk op macro-economisch niveau heel veel gaande is. Nee, maar duidelijk, alles energie-neutraal. Alles van alternatieve energiebronnen die geen CO2, uh, uh, nah, CO2 compenseren, laat ik het zo zeggen. Is er nog meer? Want we, we hebben er nog een minuut in dit uh, thema. Alle 160.000 min plus, momenteel hè, hebben we het over, wat het gaat worden weten we niet. Uh, mensen worden gewaardeerd en hebben in Enschede het gevoel van... Ik doe ertoe hier. Gaan we extra bouwen? Gaan we extra... Moet, moeten er meer inwoners komen? Of moeten er meer huizen voor de inwoners niet per komen? Se, niet, niet per se meer inwoners. Maar er, moet, er, er is wel bijvoorbeeld uh, meer sociale hu huurwoningen nodig. En is van oudsher een, een, een stad, gemeente waarin veel mensen met een krappe beurs leven. En het niet allemaal uh, niet snel rond kunnen komen. Dus dan heb je ook daarnaar te handelen. En momenteel is daar wel een bepaalde scheefgroei in. Ja. Dus, dus daar, daar moet wel wat in geïnvesteerd ge ge worden. Nou, de, de, de zorg, de WMO, de jeugdzorg, dat is één grote beleidsterrein waarin heel veel moet gebeuren. En heel, nou, er, is, er, er is wel heel veel behaald, maar er moet nog heel, heel veel meer gebeuren. En ik denk dat daar heel veel meer ook kan gebeuren. Dus dat doen we even in een paar seconden, maar wat? Heel snel? Wat moet daar meer gebeuren? Dat je gewoon kijkt van wat waar nodig is en, en vooral veel de, de concurrentie staat aan de kant. En dat is, nou, dat is dan heel onderwerp anders, hè, want dit is ook mijn vakgebied. Dus. marktwerking uit de zorg uh, halen. Precies. Ja, maar dat is ook weer lastig, dat is ook niet helemaal een gemeentelijk thema. Ja en nee. Maar dit, dat is de... Een... Kiezen voor minder aanbieders. Als je mij vraagt, als ik, ik, mijn beroep is maatschappelijk werk. Ik zou zeggen, maak een grote pool van verschillende uh, hulpverleners. Van huishoudelijk medewerker tot aan um, psychiaters enzovoort. En die gaan dan mensen helpen. En de gemeente die financiert dat hele pot en er zijn geen bedrijven meer. Ja. Ook daarin zou je dan eerst in overleg gaan met de co-creators. Om te kijken wat de Enschede wil. Ja, heb je goed gezien. <laughs> um, Albert, we gaan uh, afsluiten, maar niet voordat we jouw uh, traditiegetrouw hebben gevraagd om uh, het prognosebord in te vullen, ik wil je vragen om daar naartoe te lopen. Dan krijg je van Wilco een, een uh, stift. En uh, dan aan jou de vraag: hoeveel zetels jij aan elke partij die meedoet uh, toebedeelt? Er zijn inmiddels 18 partijen die meedoen met de verkiezingen. Nou, zoals jij goed weet, zijn er 39 zetels te verdelen. Lopen uh, gerust? Ja, die kant bij, uh... op. <laughs> um, en uh, laat en, ons en weten je. wat. Jij staat hier. Wat en, gaat even gebeuren? Naar ja. Vanaf vier. Burgerbelangen. Vijf die verliezen. D60-4. VVD ook. blijft gelijk. CDA ook 4. Gewoon links naar 3. Staat nu op 4. Ja, de Partij voor Dieren is nu op komst. Hè? VVDA blijft op 4. Speer blijft op 3. Dat is Christine, waar je zit. Ja, benoem even waar, waar we zitten, want dan kunnen we, als we niet goed mee kunnen kijken, kunnen we het horen. Christine blijft op 2 bij Ahmed. De EVV sloeg die even over. <laughs> ja, ik zit nu te denken. van... Uh, uh, ik, ik ga nu een met je meetellen, 10, uh, ah, Ahmed? 13, 17, 30, nee, uh, 20, 24, 27, 29. Dus heb ik nog 10 te gaan. 10. Ja. Vergeet jezelf ook niet straks. Ja nee, daarom, ja. daarom. <laughs> Waar zitten we? Kunnen gewoon van boven naar beneden. Hè? Ja, dan nou, zit mag er ook een nul invullen hè, he, als het 0 is. Ja. Ja, dan mag. Dat klopt. PVV blijft op 2. En schrianders, anders? Eentje. Hoeveel hebben we er nu? Uh, 31. Met, met 31 minuten. PVV ja. 31. Mm -hmm. Ik dacht, hij had het helemaal in zijn hoofd zitten voordat hij hier kwam, maar ja, dat is wel in voor partij voor de dieren. In voor lijst 16, dat is aan met zelf. Mag je nog zes verdelen? Eén voor Forum voor Democratie. Nog vijf. Nog Eén vier. Voor Link. Ja. Nu nog vier. Ja. Eén voor Volt. Twee voor Enschede Anders. En nu nog eentje. Nog eentje. Naar wie gaat de laatste? Ja, dat is een goeie. Naar DPE? Nou, even hem rond. Ja. Veel eenmansfracties die uh, jou gaan vergezellen. Ja, dan hebben we er de 39. En uh, dat brengt ons uh, aan het einde van dit gesprek. Uh, ik teken voor 80 met uh, Ahmed Yilmaz van lijst 16 Blanco. Mocht je live kijken, om 11 uur uh, vanavond zijn we terug met de partijen die van Amet één zetel in het uh, nieuwe gemeenteraad krijgen, namelijk Link, Nieuwkomen. En uh, wil je nou alle informatie weten over ons project? Ik teken voor 80. Wil je uh, de gemeenteraadsverkiezingen volgen? Alles wat er gebeurt, kijk op onze website 120.nl. Amet, dankjewel voor je komst. En u uh, heel erg bedankt voor het kijken.